Ik kan op jou springen, dat is altijd zo geweest. Dan niet. Dan moeten wij best wel een gevaarlijke route afleggen. Hier voorbij. Oh, nee! Oké, ik moet nu heel... Nee, dat ga ik niet meer halen. Oh! Ik ben door meegeklipt! Dat hebben wij ze vlekken gedaan, zeg. Hey kijkers van de One Up Up, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van de Mario 64 race. Met, kleine verrassing, geen drie, maar vier deelnemers. Strijders van de 1 Up Hup. Ik ben het, je boy. Misschien moet ik mezelf een klein beetje voorstellen. Ik ben niet van dit kanaal, maar je kan me misschien kennen van mijn eigen kanaal, dingen op Twitch. En anders maakt het niet uit wie ik ben. Het gaat erom waarom ik hier ben. Dus die gaat in deze aflevering 9 sterren halen in plaats van 3, zodat hij gelijk loopt met ons. En vanaf volgende week doet hij gezellig mee met 3 sterren per aflevering. Oh, jemig de pemig. Jongens, we zijn weer de 3e aflevering al. Vandaag ben ik helemaal zen. Ik heb geoefend deze week en ik denk dat het me wel moet lukken om een keertje binnen de 10 minuten te blijven. Om toch nog een beetje op de jongens in te lopen. Er moet wat meer turbo in. Dus Kevin vroeg me, hey Rick, zou je het leuk vinden om toch nog een klein beetje verlaat aan te haken met dit concept? Ik zei, ja, dat is goed. Maar ik weet niet of Kevin weet dat ik deze game enkele maanden geleden daadwerkelijk een klein beetje heb geprobeerd te speedrunnen. Dus ik hoop toch wel eventjes een klein beetje als referentiemateriaal te gelden. De timer begint met lopen zodra ik begin met lopen. Mario is erbij gaan zitten, maar dat gaan we dus niet doen. Here we go. Ik heb allemaal dingen geleerd, jongens. Ik heb allemaal geleerd. En ik heb ook van Jabber en Kevin geleerd waar ik heen moet. We gaan hierheen. Ik weet niet meer welk level je zit. Wij gaan hierheen. Oh, ja. Oh ja, deze wou ik dus vorige week doen. Maar daar kwam ik dus niet aan toe, omdat ik hem niet kon vinden. Dat is niet handig. Maar dit is gewoon even lekker een makkelijk sterretje pakken. En dat bevalt me wel. Oh, dan moet ik wel hier... Ja, zo. Hoppakee, daar gaan we. Oh, hier, de pinguïn is er nog niet eens. Is het dan dat ik hem gewoon moet halen? Was dat het ding? Oh. Alright, alright. Kijk, weet je wat het is? We moeten het niet gaan jinxen natuurlijk. Hè, dat is heel belangrijk, dat we het niet gaan jinxen. Precies, mijn strategie is eerst even voor de allereerste ster gaan we gewoon even naar wereld 1. En daarna wil ik redelijk snel door naar wereld 2. Dat is toch een beetje mijn specialiteit. Wereld 2 is waar ik echt een klein beetje wakker word. Ik weet wel, elk level heeft een 100 munten ster. Ja, dat dacht ik al, deze niet. Het is gewoon heel simpel, krijg 100 munten en hier heb je een ster. Het 1 in 1 is 2, het is briljant. Ik hoop wel deze ster gewoon in één keer te kunnen pakken. Anders wordt het wel een beetje een... Nee! Kutzooi, hoeren. Wat de munten zijn. Oh jongens, sorry, ik ben zo gespannen. Als ik die eerste ster niet haal... Nee. Oké, ik moet nu heel... Nee, dat ga ik niet meer halen. Oh! Ik ben door meegeklipt! Dit is goed! Du. Bam! Eerste ster is binnen. Omdat Colin zo'n luie zak is, doe ik vandaag even de voice-over. Ik ben lekker op weg en ongeveer even snel als Rick zijn eerste ster deze aflevering. Maar als we kijken naar hoe snel Rick ster nummertje 2 en 3 binnen weet te harken, denk ik dat mijn geluk binnenkort toch zal stoppen. Ik heb een klein stukje van de eerste video gezien. Ik zag dat Jeffrey ook inderdaad deze ster als eerste deed. Maar ik vraag me af, deed hij ook de glijbaan en nog een keer de glijbaan als tweede en derde ster? Wel proberen in één keer die lijst in te springen. Al een uitdaging zelfs voor de allerbeste van de allersnelste. Voor het geval Jeffrey het nog niet heeft laten zien. Je kan hier 2 sterren verdienen. Eentje voor een tijd, ik geloof ergens rond de 29 seconden. En eentje voor het halen van de glijbaan. Wat niet zo moeilijk is. Oh, 19 seconden. Ik heb hem in ieder geval gehaald. De tijdster. De ster voor het algemene halen zit in die andere doos. We pakken ze lekker allebei in ieder geval. Dus we gaan nu weer weg uit de glijbaan. Duiken dan meteen weer in. En dat zou dan mijn eindtijd zijn voor de eerste aflevering. Waarschijnlijk ergens rond de 2, 3... minuten. En terwijl Rick zijn derde sterretje binnen 4 minuten in de wacht sleept, zijn onze heren nog bezig met hun eerste ster van deze nieuwe aflevering. Rick heeft er nog 6 te gaan, dus er kan nog van alles gebeuren. Maar zelf maakt hij zich nog geen zorgen. En dit is pas het begin. We gaan nu door naar wereld 2. En dan word ik pas echt helemaal wakker. Als je die 100 munten ster pakt, dan word je het level niet uitgekickt. En dat is super nice. Dus wat gaan we nu doen? We gaan... de 100 munten ster pakken. Hier. Maar heb ik nu een ster?
Werkt het? Ja, kijk, daar is die hoor, dames en heren. Lekker bezig. Dus dat is sterretje nummer 1 alweer. Oh, oh joh, spring ik bijna van de afgrond af. Dat hebben wij eens even lekker gedaan, zeg. Ik haat het spel. Nee, Sen. Oh man, oh dit heb ik zo vaak. Dit level heet Little Penguin Lost. Dat is deze penguin. En die kunnen we pakken, als het goed is. Oh, moet ik er niet afglijden. Ik zou het gewoon heel leuk vinden om een keertje sneller dan Kevin of Jabber uit te komen. Ik ga niet liegen. Gewoon zoeken naar muntjes. Zoals hier deze gozer slaat. Oh, nee. Ik kan op jou springen. Dat is altijd zo geweest. Dan niet. Oké, okay. Pak de pinguïn. Blijf nou staan, mijn jong. Oh, hè. Deze pinguïn die wil naar zijn mama. En laten wij nou net weten waar die mama is. Oh. Kijk, rode muntjes zijn ook 2 munten waard. Dat is heel nice. Oké. Okay. Ja. Dit is jammer. Dit is heel jammer. Dit scheelt tijd. Ah joh, gaan we toch even de slide af. Ik weet het gewoon niet zeker meer. Ik wil het gewoon niet riskeren om weer te sterven. Ik kan die pinguïn niet even kappen met biepen joh. Biep, biep. Ik weet niet eens wat die boven zit. Ik denk een rode munt. Oh. Nogmaals, niet goed voor mijn tijd. Ja, die moederpinguïn is daar beneden. Vorige keer had ik het wel... Oh nee. Nee. Oh, dit is echt spijtig zeg. Dan willen we die. Oh, het zijn er 4. Ah, nog steeds. We hebben er nu 80. Wat doet dit ding? Geef muntjes. Helemaal goed. Dan moeten wij best wel een gevaarlijke route afleggen. Hier voorbij. Oh, nee. Oh, joh. Oh, wow. Dit was sowieso niet gepland. Ik wilde over die brug. En toen gleek er langs. Toen dacht ik, nu zijn we dood. En toen gebeurde dit. Heel random. Oké. Okay. We hebben de tweede ster. Is dat een moederpinguïn? Who knows? Ah, je moederpinguïn is hier. Oh. Oh, dat is dom zeg. Oh, jee. Oh. Oh, dan moet ik van boven doen. Oh, dit is echt niet goed voor mijn tijd. Jongens, ik ben al zo lang bezig. Voor mijn doen. Oh, wel 5 muntjes. Hey, Jabber, je bent lekker bezig. Zullen we even kijken hoe het bij Rick gaat? Als je een beetje mee zit, kan ik vooral die boss fight echt in een paar seconden doen. Dat is soort van indrukwekkend als je nog nooit iemand deze game hebt zien speedrunnen. De daadwerkelijke speedrunners zijn echt veel beter. Dan moet je perfectie hebben. Daadwerkelijk heel veel oefenen op iedere sprong. Daar heb ik helemaal geen zin in. De enige sprong die ik nog een klein beetje aandurf is hier. Maar die gaat ook best wel vaak fout hoor. Kijk eens aan. Hoppakee. Skip je toch in één keer het halve level. Schijnt toch iets van tijd te schelen. Gaan we even heel gauw naar boven. Want daar zit alweer die gekke boss fight. Kijk eens aan. En wat je hier moet doen is iedere keer als die gast voorover klapt. Moet je net springen en ground pound. Hoppakee. Eerste keer damage. Kun je weer door hem heen. Zelf trucje naar voren. Hoppa. En er weer doorheen. En de laatste keer. Ik hoop dat ik dit voor het eerst kan laten zien. Als Jeffrey dit ook al deed, dan... Oh, kut! Dan is het toch net iets minder cool. Kijk, boink. Mario op zijn billen, kijk. Mario, snel opstaan, anders rent die pinguïn er vandoor. Op een gegeven moment despawnt hij gewoon weer, volgens mij namelijk. Nou, dit hebben we echt 5 minuten te lang over gedaan. Dit is zo ongelooflijk jammer. Voor het tweede level doen we eigenlijk hetzelfde trucje, hopende dat... Ai! Dat het soort van lukt. Oké. Het enige verschil is dat er hier geen boss fight is, maar een toren die eigenlijk nog makkelijker is dan de boss fight. Vooral als je niet zo goed bent in de boss fight, is het alleen maar makkelijker. Kinderspel dit. Kind kan de wes doen. Er is hier nog een klein afsnijroutetje met een bepaalde jump, maar ik ga het niet eens proberen, joh. Ik ga gewoon lekker op de iets wat saaie manier voor alweer. Dit gaat best snel zo, 9 sterren. Mijn 5e ster. A bam bam boom. Je te twijfelen. Is er nog een race? Nee, volgens mij niet. De Big Penguin race. Ja, here we go. Ik zeg, we doen het gewoon. En die gaan we ook gewoon nailen. Ik weet het zeker. Hoi, ik kom u verslaan. Ik moet op zoek naar Toad. Voor mij is hier een Toad. Is hier een Toad? Hallo. Hoi, wat kost een watermeloen hier? Ja, kijk. Oh. Sommige jumps moet je echt een beetje oefenen en dit is er echt zo eentje. Ja, precies. Ik moet hem echt een beetje vanuit de aanloop doen. Dit is echt een sprong die ik echt van tevoren 20 keer geoefend had. In de hoop om in één keer goed te doen bij de speedrun die ik laatst heb gedaan.
Ja, het lukt gewoon even niet zo lekker. Je moet eigenlijk aanlopen hier, dan tegen de muur aan. Ja, het is haast sneller om het nu gewoon op de normale manier te doen eigenlijk. Het helpt ook niet dat ik mijn camera-controls heb omgedraaid van wat ik eigenlijk wil. Dit is verschrikkelijk. Ja, nee, dit is helemaal kut. Zie je nog een toad? Misschien? Ik blijf gewoon kut hier tot ik hem heb. Ik wil gewoon een punt maken over hoe je de game zou moeten spelen. Ik ga het verpesten. Nee, vind ik heel jammer. Oh, nee. Oh, yes, ik heb hem. Ik moet nog 10 munten. Waarvan 1 rode. Nou, gaat die pingwing ons weer inhalen? Dat is altijd op hetzelfde punt. Hier ergens. Ja. En dan wordt het heel vervelend. Oké, deze moeten we nog een keertje doen. Nou, dit had echt mijn game moeten zijn, jongens. Maar kom, we kunnen hem onder 10 minuten houden. Ik weet het gewoon. Ik voel het aan de water. Dit kan heel snel. Als je het in 1 keer doet, is het een hele, hele snelle ster. Moet je hem wel in 1 keer doen. Dat is wel een beetje het kritiekpunt. Hoppatee. Oh. Nou, kijk, dan heb je die. Die laten we nou voor nu gewoon even netjes staan. Hoppateetje. Ik wil gewoon eerst die 100 munten pakken. Nee! Ik moet nog met die pingwing praten. Oh, verdomme. Ga maar dood. Het scheelt ons weer een leven. Ja! Oké. Er is niet heel veel tijd verloren. Behalve iets wat veel tijd. Iets wat veel tijd? Rick, je hebt 6 sterren in de tijd dat ik er 2 heb binnengehaald vandaag. Hoe ging mijn run eigenlijk? Volgens mij kan ik wel. Of heb ik die al gehaald? Nee, die heb ik al gehaald. Crap, die... Nee, kut. Oh, shit. Oh, dit was dom. Waar zit die laatste toad? Oh, wat dom. Oh, ja, nu heb ik echt weer 2 minuten verpest. Ja. Ik ga even eerlijk mee zijn. Het had beter gekund. Dit is iets wat tricky. Net zoals de meeste dingen die ik hier dus ga proberen te laten zien. Het idee is gewoon dat we met de vogel in de kooi droppen. Waarschijnlijk komt die deze video ook wel een beetje voorbij. Of mensen zijn nog hopeloos bezig met wereld 1. Dat weet ik allemaal niet. Ah! Oh, dat is heel zuur. Kom op, Kevin. Focus. Nee, wat doe je nou? Kevin, sukkel. Oh man. Zo. Oh, dit is erg jammer. Nu moet ik er nog 3. Ik weet niet of ik er hierboven nog 3 kan krijgen. Ik hoop het. Vooral in dit level, echt een dikke tip. Doe de 8 rode munten en de 100 munten lekker tegelijkertijd. We kunnen even wachten tot die vogel weer terugkomt. Aangezien we hem sowieso nodig hebben om zo meteen omhoog te gaan. Maar er is niet zoveel haast. We kunnen ondertussen ook eventjes die andere 100 munten halen. Maar er liggen er ook een aantal boven. Mooi spul, mooi spul. Deze gasten kunnen nog proberen te ploppen. Of ze ploppen jou. Risico van het vak. Ik ben zo geconcentreerd. Ik heb gewoon geen tijd voor... dat deed damage. Ik heb gewoon geen tijd voor al dit voor deze ongein, jongens. Als we het nu niet halen, dan ga ik dat level doen die Jabber heeft gedaan. Fuck dat. Dan ga ik gewoon die steen slaan. Ja, dit is helemaal kut. Ja, dat is jammer. Dat doet zeer. Sorry, Mario. Oh. Nou, dat is ook goed. We hebben er nu 2. Liggen er 2 daarboven. Daar ligt er ook nog eentje. Toppie. 69 muntjes. Mooi. Ja, dat is dat nummer 5. En dan zit als het goed is muntje nummer 6. Hier zo. Ah, kak. Het is erg onhandig als je dit soort levels doet en je niet weet waar dit soort munten zitten. Dus ik kom goed voorbereid in ieder geval. Pakken we die vogel nog een keertje. Die sterren in die kooi gaan we gewoon voor het volgende level doen. Er zitten ook mooi op ons totaal van 9 sterren. Eens even kijken. Where are we dropping, boys? Kan je hier een Fortnite geluidje onder edit of is dat te veel gevraagd? Ik weet niet hoeveel ik mag vragen van de edit. Ik doe mee natuurlijk omdat ik hier gigantisch goed voor betaald word. Dus ja, ik weet niet of ik dan echt nog iets kan vragen van de regie. En de edit, al dat soort dingen. Kijk eens aan. 2 sterren voor de prijs van wel net iets meer dan 1 ster aan moeite. Maar... Het is vast minder voor mij. Oh, daar ging mijn microfoon. Dit is vast niet zo vermakelijk om naar te kijken als dat ik zit te ragen. Oh, mijn microfoon stopt er ook gewoon. Mijn microfoon wil niet meer. Crap. Oké, nu doet hij het weer. Oké. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Oké. Ja! Oh, lekker jongens. Oh ja, ik moet hem gewoon om laten vallen. Dat was het. Dat moet ik dat niet laten doen. Dus dat was 1. En dit is nummertje 2. Kijk, zo moet je dat doen.
Sorry voor het goede commentaar, maar ik vind het gewoon heel jammer dat we weer boven die 2 minuten zitten. Of boven die 10 minuten. Terwijl... Het is me nu wel gelukt, maar ik ben niet zo blij. Ik ben hier hartstikke blij mee. De timer die stopt met lopen. Here we go, derde ster. Dames en heren, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik ben heel benieuwd hoe de andere heren het hebben gedaan. En natuurlijk de nieuwkomer. Het enige wat je nu moet doen is niet van het level afvallen. Het is best wel verleidelijk hoor, om nu gewoon even van het level af te bonjouren. Oh, nee! Weet je wat, ik blijf hier. Nee, ik heb er al 3. Bedenk ik ineens. Ja joh, ik heb er al 3. Ik heb die glijbaan natuurlijk gedaan. Oké, nog 1 ster te gaan. We gaan nog een keer die kutvogel proberen. En hopelijk lukt het deze keer wel. Als het niet lukt, is het misschien het snelste om gewoon van het level af te springen. Aangezien het duurt echt best wel lang voordat die vogel weer terugkomt naar het startpunt. Dus misschien is gewoon, ja, een snelle zelfmoord wel gewoon de snelste manier om weer een tweede poging te krijgen. Maar de nog betere strategie is om ervoor te zorgen dat je die tweede poging gewoon niet nodig gaat hebben. Gewoon in 1 keer. Foutloos. Drop hem maar. Boop. Kijk eens aan. En dat is hoe je dat doet. Stop de tijd. Exit. Jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Waar we weer gaan proberen om deze boys te verslaan. Laat weten met de hashtag. Hashtag Remco. Hashtag Team Kevin. Hashtag Team Jebber. Hashtag Team Rick. Ik doe mijn best. En dat is meer dan genoeg. Ik zou zeggen, tot de volgende keer of zo. Als jullie tips hebben voor mij, laat het achter in de comments. En doe de groetjes thuis. En dan laat ik het nu weer over. Aan de voice-over. Colin, wat is de tussenstand? Als we naar de tussenstanden van de eerste 3 heren kijken, zien we dat Kevin netjes een ruime minuut is ingelopen op Jebber. Waardoor zijn voorsprong nog slechts 3 minuten is. En ik ben net boven de 10 minuten uitgekomen. Ik ben minder ver achterop geraakt dan de vorige afleveringen, dus we houden hoop. Maar als we dan kijken naar de nieuwe eindtijden, is er een nieuwe winnaar bovenaan. Rick wist de eerste 9 sterren namelijk in nog geen kwartier te halen en loopt nu 7 minuten voor op Jebber. Lekker gedaan, Rick. Dan beloof ik het voor volgende week. Succes, heren!